We zijn bij het Tuchthuis. Vandaag wordt eerst open. Ja, de opening. Wat is het Tuchthuis? Nou, het Tuchthuis is natuurlijk de plek waar Goeiemie heeft gezeten. Goeiemie Gin, dat kent natuurlijk iedereen in Leiden en ook buiten Leiden wel inmiddels. En in het Tuchthuis gaan we een pop-up maken waar je proeverijen en distillery eigen gin en de experience center is dat van Goeiemie geworden. En wat betekent dat dan? Dat ik als bedrijf of vriendengroep jullie kan bellen? Ja, voor bedrijfsuitjes werken we ook samen met Rondvaart. Dus dan ga je lekker eerst proeven en daarna door de grachten varen met een gin tonic. Wie wil dat natuurlijk niet? En je kunt je ook gewoon inschrijven met één of twee personen voor een experience. Want die worden elke week een paar keer gegeven, vooral in het weekend. Ik zag net op de bar al allerlei ingrediënten. Je hebt aardig je best gedaan om het glas te vullen, geloof ik, hè? Ja, wat zit er allemaal in? Ja, ik heb nu geen gin tonic, maar een gin met rose lemonade gemaakt. Ook een lekkere combinatie. Maar dat zijn allemaal dingen waar je alles over leert als je bij ons experience boekt. Dit is de huiskamer van Goeiemie, hè? Zullen we even om het hoekje gluren zo? Ja, dit is de arsenicumpot van Goeiemie zie je staan. En de popjes van de vermoorde zusjes Johanna en Catharina Aben. Maar het is ook wel ietsje chiquer. Dus een beetje de gifmengster, maar dan anno 2021. En je huist in bij Hotel Nieuw Minerva? Nieuw Minerva natuurlijk, ja. Ja. Tot? Tot eind december, dus we zitten nu een half jaar pop-up.